Ik ben Ruben Penninga, ik ben beachvolleyballer en ik train hier elke dag in Den Haag, 2 keer. En ja, 20 jaar, dat zit een beetje. Er wordt veel gesproken over de millennial in de media. De vooroordelen lopen uiteen. We zijn lui, narcistisch en weten niet wat hard werken is. In deze documentaire reeks volgen we 4 millennials. Ruben Penninga, Stefan de Vries, Clara Verschuren en Glenn Berkelaar, om deze vooroordelen te breken. Wat gaat er gepaard met het willen behalen van succes als millennial? Toen was geluk heel gewoon, nu is geluk heel bijzonder. Nou, ik had een hele goede band met mijn ouders, dus ik was graag thuis, dat vooral. En ja, ik woonde in Dieren, dus dat is een heel stukje verder weg. Maar ja, ook wel vroeg aan het sporten, dat wel. Hoe oud was je toen je begon met sporten? 8 jaar toen ik begon met volleybal, zaalvolleybal. En daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar gevoetbald op het schoolplein. Ja. Mijn doel eigenlijk altijd de beste volleybal van de wereld worden. En dat was dan eerst in de zaal. Alleen op een gegeven moment heb ik een paar keer meegedaan op het strand. En toen merkte ik vooral dat, ja, dat daar mijn kansen gewoon hoger lagen, omdat ik zeg maar niet afhankelijk was van een heel team, zeg maar, of een coach die me erin zette of niet erin zette. Of ja, meer grip op eigen succes, zeg maar. Dus ik heb alleen een partner nodig en ja, je bent je eigen coach eigenlijk met beachvolleybal. Dus maar dus je was al op best wel jonge leeftijd bezig met succes? Ja, echt vanaf mijn 12e denk ik, toen ik geselecteerd was voor een selectietraining, toen wist ik al van oké, dit gevoel dat wil ik nog een keer en meer. En toen je eenmaal begon, zeg maar, toen je geselecteerd was, mm-hmm. Wist je toen al dat je echt de top wilde halen gelijk? Nou ja, waarschijnlijk niet de eerste selectie dat ik doorkwam, niet meteen. Alleen ja, toen je zeg maar weer een selectie verder kwam, toen was het wel echt van oké. Dan zeggen ze op de selectie ook al van ja, hier ga je naartoe werken, naar 2024 al, toen al. Dus ja, wel redelijk vroeg, maar niet de eerste keer denk ik, maar wel redelijk vroeg. Ik was 1 keer voor een jeugd Oranje. Dat was de eerste keer dat ik daar selectie deed, was ik afgevallen. En toen had ik echt 2 dagen op de bank gelegen, gewoon oud. En wat doe je dan? Hoe ga je om met tegenslagen? Muziek luisteren. En ja, eigenlijk de volgende training ben ik alweer gefocust op het volgende doel. En ik krijg ook wel meer energie als mensen zeggen dat ik het toch wel gaat lukken of wel vertrouwen in me hebben. Ja. Dus daar krijg ik ook wel energie van. Speelt muziek een grote rol in je leven? Ja, ja. Heel groot, ja. En op welke manier? Nou, toch wel op de momenten dat je alleen op je kamer zit of aan het reizen bent, ik ben ook veel aan het reizen, dan, ja, dan een beetje die emoties daarin verwerken, zeg maar. Dus boosheid of verdriet of blijdschap. Mis je dat soms, dat je een minder sociaal leven heeft dan normale millennials? Ja, ik zie wel veel mensen die echt een squad thuis hebben, zeg maar. Die, ja, die waren ze echt gewoon, dus ja, dat mis ik wel. Ik heb er maar 1, zeg maar. Of ja, gewoon 1 hand te tellen, zeg maar. Echt vrienden waar ik op terug kan vallen. Dus ja, dat zou ik wel, als ik dan mag kiezen, dan zou ik wel echt veel meer vrienden hebben en veel groter sociaal leven, dat wel. Ja. En vind je dat moeilijk om te laten, zeg maar, dat je dat moet laten voor je carrière? Vroeger niet, helemaal niet. Nu steeds meer, omdat steeds meer mensen gaan vragen van hey, kunnen we chillen of zo, of hey, zullen we uitgaan? Nou ja, ik moet volgende dag trainen, weet je, dus nee, sorry. En dan, ga je wel eens uit? Ja, dat wel, soms. Vrije weken, na een toernooi. En wat heb je nog meer moeten laten voor je volleybalcarrière? School. Soms wel relaties met vrouwen. Familie. Ja, familiebijeenkomsten of zo. Ik heb wel graag echt close friends. Dus niet echt veel vrienden overal, maar echt eentje. Lars heet hij. Dat is echt mijn beste vriend en mijn neef ook. Al vanaf mijn geboorte. Dus nou, hij was iets later geboren, maar in ieder geval echt heel vroeg. Ja, op volleybal maak ik natuurlijk veel vrienden, dat wel.
Maar dat zijn ook een beetje zakenpartners, als ik het zo mag zeggen. Dus dat is wel lastig om dat af en toe te onderscheiden van elkaar. Vrienden en in het veld is natuurlijk business. Op het veld is die, kan die echt wel fanatiek zijn, echt bloedfanatiek. Ja, wil iedere bal wil die wel pakken. En daarnaast heeft hij heel erg empathisch vermogen. En ja, leeft hij echt in zijn partner, zeg maar. En ja, dat waardeer ik heel erg. En hoe is hij buiten het veld? Ik denk wel een beetje hetzelfde. Hij is heel gedreven, heel erg... ja, hij gaat echt voor wat hij doet. Vooral op volleybalgebied wil hij echt het uiterste uit zichzelf halen. En daarnaast is hij, ja, wat ik zeg, dat stukje empathie, dat heeft hij ook buiten het veld. En nou, om een concreet voorbeeld te noemen, ik ben dan 3 weken geleden geopereerd. En dus voor Ruben is dat ook echt wel een klap, want het kwam precies voor het seizoen. Maar ja, het eerste wat hij wel zegt van, kijk naar het grotere doel en je gezondheid staat nu voorop. En ik denk dat wel aangeeft... hoe Ruben erin staat en dat stukje inlevingsvermogen, dat vind ik heel, heel fijn aan Ruben. En ja, dat werkt fijn samen, ja, zeker. Nou, ik vind de mening van mijn trainer altijd wel heel belangrijk, want die bepaalt uiteindelijk of ik een plekje, zeg maar, dat ik blijf, zeg maar. Ja, die trainer die ik nu heb, die eist wel heel veel. Dus dat is echt heel goed, want ik ga vooruit. Alleen het is soms ook wel lastig, want hij houdt echt een spiegel voor je. En het is heel confronterend af en toe. Maar ja, ik vind het heel belangrijk wat hij van me vindt en hoe goed hij me vindt. Maar dat ga ik ook een beetje loslaten, want het is natuurlijk mijn eigen weg. En als hij er niet meer is, komt er een andere trainer. Dus ja, je moet jezelf trainen, dat heb ik al geleerd. Dus. Ja, ik heb wel angsten, ja. Maar ik weet niet. Wat voor dat, zeg maar, volleybal niet gaat lukken. Dus dat ik, zeg maar, superveel tijd in volleybal steek. En dat ik eigenlijk helemaal niet in mijn persoonlijke ontwikkeling mee bezig ben, zeg maar. Ja, als ik, zeg maar, stop met volleybal of ik bestuur krijg of ik vind het niet meer leuk of zo. Dat ik dan in een heel diep gat val of zo. Dat ik denk echt van, ja, wat nu? Waar moet ik nu investeren, zeg maar, snap je? Ja. Maar je gaat ook naar school. Ja. En is dat eigenlijk om een optie te hebben voor als het mislukt? Nee, nu niet. Nee? Nee. Nou, nu doe ik, zeg maar, een opleiding waar ik echt niks mee heb of zo. Het is meer om iets te doen naast het volleybal. Omdat ik, ja, eigenlijk wel om een backup te hebben. Meer om een diploma te hebben. Maar niet dat het, zeg maar, mijn tweede passie is of zo. Nee, precies. Maar ik ben wel iemand die nog doorgaat zolang het kan, denk ik. Dat wel. Maar... ik zou wel een leuke tweede carrière willen in iets heel anders dan sport. In wat? Daar ben ik echt nog niet uit. Ik ben wel een beetje aan het oriënteren nu, dat wel. Alleen, ja, dat is wel lastig. Ik ben best wel creatief ook, dus misschien iets daarin. Of, ja. Maar in ieder geval echt iets anders dan sport, denk ik, dat wel. Wat is je grootste onzekerheid? Ja, niemand zijn eigenlijk. Dat is een beetje, als ik bijvoorbeeld niet zou volleyballen of zo, dan zou ik echt voelen, ja, wat doe ik nou met mijn leven of zo? Wie ben ik? Ja, wie is Ruben? Dat weet ik niet. Ja, een volleyballer, dat is het een beetje, weet je wel. Dus dat probeer ik nu ook een beetje uit te vinden van wie ik eigenlijk ben achter volleybal. Maar ik denk dat dat mijn grootste onzekerheid is. Naast volleybal, wat ben ik dan nog meer? Maar waarom weet je dat je niemand bent als je geen volleybal bent? Omdat ik niet echt vaak met die... Daarmee die ben ik niet vaak of zo. Ik ben, zeg maar, 90% van mijn week is volleybal. En ik ontwikkel, zeg maar, die 10% is mezelf. En daar probeer ik, zeg maar, heel veel in te stoppen, maar ik probeer dit, zeg maar, iets minder, ja, iets groter te laten worden, zeg maar, iets meer 70-30% of zo. Maar ook een beetje, zeg maar, mezelf te ontwikkelen. Maar dat heb ik het gevoel dat wel achterloopt. Dus, ja, daarom ben ik bang om, als, zeg maar, die 70% wegvalt, dat ik echt maar heel klein ben, zeg maar. Maar dat kan je toch ook wel ontdekken? Ja, daar geloof ik ook wel in. Alleen het is al heel eng nu, omdat ik er weinig in investeer. Ik heb niet echt één hoogtepunt, ik heb meerdere, denk ik. Vooral dat ik geselecteerd ben voor de topteams hier in het Nederlands team voor het beachvolleybal.
dat was wel echt, oké, een Nederlands team halen is wel echt voor mij een stap omhoog geweest. En ja, als Guppie vroeger, wat ik ook al met Jong Oranje mijn debuut gemaakt, dus dat was ook wel echt in de zaal dan. Maar dat was ook wel echt een flink stap voor mij, dus die twee dingen een beetje... En wat voelde je toen je zulke dingen te horen kreeg? Ja, echt een schoot geluk eigenlijk. Dat ik thuis kon komen en dat mijn familie zei van dat ze trots zijn, zeg maar, dat gevoel wel. Vind je het belangrijk dat je familie trots is? Ja. Hoezo? Ja, ik weet niet. Ik vind het fijn als ze zien dat ik wat met mijn leven maak, zeg maar, van mijn leven maak. Dus ik maak ze graag gelukkig dat als ik mijn best doe, dat ik met goede dingen thuis kom, dat ze zien dat ik hard werk of zo. En als je dan een wedstrijd hebt verloren of een tegenslag hebt, vind je het dan moeilijk? Het moeilijkste wat er is, ja. Ja? Ja. Hoezo? Nou, zeg maar, bij mij thuis gaat het altijd wel over volleybal als ze met mij praten, want ik ben niet zo heel vaak thuis nu. Dus als ik een slecht resultaat heb gehaald, gaat het daarover. En als ik het goed resultaat heb, dan is het helemaal goed, weet je wel. Dus onbewust, ja, ze vragen natuurlijk wel hoe het met mij is en zo, maar het is wel altijd... De gemoedstoestand is altijd, als ik verloren heb, dan is het wat minder en... Voel je dan de druk vanuit je ouders? Dat niet echt, maar ik vind het wel jammer om ze iedere keer teleur te stellen of zo. Terwijl zij dat helemaal niet van mij verwachten, denk ik. Of ze houden nog steeds evenveel van me als ik verlies of zo altijd, maar... Ik weet niet, toch kom ik graag met een trofee thuis of met een goed resultaat of... Ja, eigenlijk heel veel. Vooral in het volleybal is soms best wel druk. Want als je bijvoorbeeld in de wedstrijd onder druk wordt gezet, dan komt alles naar buiten. Dus dan gaat je hartslag heel hoog zitten en dan komen allemaal gedachten van oké, nu moet ik scoren. Of zitten ouders in het publiek of familie of trainer zit achter me te kijken. En dan moet je ook nog volleyballen. En het is ook nog heet of het is ook nog... of het regent, of het waait hard, of de scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing gemaakt of zo. Dus ja, en dan komt alles, onzekerheid komt naar boven en dan zeg maar, dat is zeg maar de ultieme druk waar ik mee moet handelen, zeg maar. Dus dat is best wel, ook best wel interessant. Ik ga het meer zo zien, omdat ik het zeg maar eerst heel vervelend vond. Dat ik het eigenlijk ging ontwijken en dan komt het eigenlijk nog harder aan. Alleen nu... Ja, nu zie ik het ook wel een beetje als een kans om daarin beter te worden. Daarom zie ik ook dat veel ervaren spelers heel goed zijn. Want die kunnen heel goed met die druk omgaan, zeg maar. En heb je dat gevoel gehad dat je echt te veel werd? Ja, best wel. Als ik bijvoorbeeld echt een wedstrijd hard verlies of zo, of een training gaat zelfs niet goed, dan heb ik echt iets van, ja, waar ben ik nou mee bezig, weet je wel, vanaf mijn 12e. Dat sta ik nu zo te spelen en dan heb ik er zoveel tijd in ingestopt en dan... Wat ja. Voel je? En dan voel ik me echt alleen en onzeker. En twijfelen ook. Dat wel. Krijgen jullie ook hulp of begeleiding in je, hoe je daarmee om moet gaan? Ja, we hebben wel een sportpsycholoog, maar onze trainer gelooft wel heel erg in dat je dat kan trainen. Dus dat moet je eigenlijk zelf doen. Dus je kan wel hulp vragen, maar eigenlijk komt het erop neer, je moet het zelf doen. Dus als je het wil, ja, dan moet je het doen. Als je het niet wil, dan doe je het niet. Dat is best wel hard, maar ja, het is wel zo. Als ik niet aan mijn voedingsschema hou, dan word ik dik, ja. Nee, maar wil je zeg maar het vetpercentage waar je het beste onder presteert, dan moet je goed eten. Wil je uitgerust zijn op de training, dan ga je vroeg naar bed. En als je daaraan twijfelt of als je dat niet wil, dan doe je het ook niet. Dus zo is het een beetje de eigen keuzes. Je kan me als sportpsycholoog erbij vragen, maar ja, het helpt niet altijd. Maar dus vraag je graag om hulp, of niet? Soms wel, maar dat is ook wel een beetje een teken van zwakte, weet je wel. Ik kan het nu niet alleen, dus dan vraag ik hulp van anderen. Maar eigenlijk kan niemand je helpen, want uiteindelijk als jij bij de keuze staat, of een keuze hebt, dan moet je die zelf maken. Aan wie vraag je dan hulp? Als ik hulp vraag, is het wel aan... aan mijn trainer soms, maar dat is ook wel lastig, want die zit heel dichtbij. Dus liever iemand die er zeg maar niet zoveel van af weet, dat ik alles gewoon kan droppen en misschien een andere feedback kan krijgen van iemand anders. Dat is een beetje... Maar voel je je
slecht als je hulp vraagt? Ja, dan is het wel zo van, dan voel ik me wel zwak, ja. Hoe komt dat? Ja, omdat ik heel veel, alles wel eigenlijk zelf wil geregeld hebben. Dus als ik iets vraag of zo, dan is dat ook als een soort, ja, dan voel ik me ook, ik voel me gewoon zwak. Ik wil dat, ik eigenlijk alles zelf regelen, daarom vraag ik ook echt weinig om hulp, dat is wel echt. Is dat in je karakter of heb je dat meegekregen doordat je alles kan? Ik weet niet, ik denk beide. Ja. Het zit wel in mijn karakter, denk ik. Zit het een beetje in de cultuur ook van het wereldje? Zaalvolleybal vraag je veel meer op. Kun je gewisseld worden, trainers en zo. Maar beachvolleybal is wel echt. Coaches zitten ook niet bij het veld. Dat moet je allemaal zelf doen. En dat is heel zelfstandig. Dus ik denk dat het ook wel, als ik het nu zo hoor van jullie ook, dat is best wel in de cultuur ook. Dat wel. Maar oordelen anderen ook als je om hulp vraagt? Of heb je het gevoel dat het aan jezelf ligt? Ik heb wel het gevoel dat anderen oordelen, vooral mijn trainers of zo. Maar ik maak het misschien wel erger dan dat het eigenlijk is. Misschien dat ik het zelf gewoon heel erg vind om hulp te vragen. Denk je dat je heel veel verschilt van andere generatiegenoten als je kijkt naar de druk die je ervaart? Ja, denk het wel. Nou ja, weet je, het is ook hoeveel druk je jezelf belegt. Want ik kan ook gewoon nu stoppen met volleybal, school gaan doen en ja. Dat is oké, maar ik leg mezelf heel veel druk op, omdat ik het heel graag wil. Dus ik kom wel onder veel druk te staan, maar daar kies ik ook zelf voor. Dus ik vind het een beetje slap om te zeggen, zeg maar, oké, ja, ik sta onder super veel druk. En ja, ik sta onder veel druk, maar ik kies er zelf voor. Ik wil dit, dus dan komt die druk erbij. Dus dat moet ik accepteren, denk ik. Sommige dingen die ik doe, zijn misschien niet echt gezond voor mijn gewricht of zo. Want ik spring natuurlijk echt heel vaak per dag. Dus mijn knieën, ik sla heel veel ballen, dus mijn schouder, als hij door een dokter wordt bekeken, dan zegt hij oké, dat is geen gezonde schouder. Weet je, ik mis ook echt een spier omdat ik zoveel geslagen heb. Dus of het gezond is, weet ik niet, maar... Is het mentaal gezond? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ik harder werker ben, dus dat ik wel succesvol ga zijn. Dat denk ik wel. En ook als ik bijvoorbeeld andere carrière kies, ik denk dat ik dan wel echt... Vind je dat het ultieme doel, succesvol zijn? Ja. Ja, ik kan niet een leven leiden waar ik van uitkering leef en mezelf helemaal verwaarloos. Dat kan ik echt niet. Maar je pakt nu eigenlijk wel twee uitersten. Je pakt, want volgens mij zie jij succesvol zijn als de top halen in volleybal. Dat is ook. Maar je zegt aan de andere kant een uitkering. Ja. Zit nog wat tussen. Zit nog wat tussen, klopt. En dat is misschien ook, daar ga ik niet voor. Dus ik ben ook bang als ik zeg maar, dat als dat niet lukt, de top of zo, dan moet ik voor misschien in die middelste gedeelte gaan kijken. Dat ga ik misschien wel moeilijk vinden. Want als ik iets doe, dan wil ik dat zeg maar heel goed doen. Dus. Vind je dat nog steeds gezond? Ik weet niet of dat gezond is, maar als ik naar leeftijdsgenoten kijk, denk ik van ja, oké. Zij hebben op zich ook wel een prima leven. Dat wel, maar dat is niks voor mij. Ik ga voor de top. 2024 Olympische Spelen, Parijs. En wat als het niet lukt? De volgende. Ben ik gelukkig? Vind ik een lastige vraag, maar ik denk dat ik op weg ben naar gelukkig zijn. Ik denk dat het een proces is. Ik denk niet dat het zeg maar, dat je in één keer gelukkig bent. Van oké, nu ben ik gelukkig. Dat is het niet. Ik moet eraan werken. Je moet zo'n plant die je water moet geven, denk ik. En ik denk dat ik wel heel veel... Ik ben mezelf nu al meer aan het ontwikkelen, ook persoonlijk vlak. En ik merk dat ik daar gelukkig van word. Dus van mijn vriendin word ik gelukkig. Van familie die ik zie word ik gelukkig. Van succes hebben word ik gelukkig. Dus verlies, dat komt af en toe hard aan. Ook in mijn geluk. Maar ja, ik denk niet dat ik misschien als ik later... mijn pensioenman, dat ik dan zeg oké, nu ben ik gelukkig, nu is alles voorbij. Maar nu is het meer zo van, ja, zorg dat ik gelukkig word, dat is mijn doel, zorg dat ik gelukkig word. Merk je dat volleybal je gelukkig maakt of maakt het je meer ongelukkig? Oei, harde vraag. Ik denk dat het me vaker ongelukkig maakt dan gelukkig. Dat wel. Maar het is wel nu echt een groot... drijfveer door mijn leven, dat ik zeg maar wel echt opsta iedere dag, dat ik goed voor mezelf zorg. Dus
dat soort dingen komt er wel bij. Dus daar word ik wel gelukkig van. Alleen ik heb, ja, nu ben ik aan het begin van mijn carrière. Dus ik maak veel verlies mee. Nu ga je verliezen, verliezen, verliezen. En dan ga je winnen. Als je doorzet. Dus ik denk ook degenen die het halen, die gaan door deze barrière heen van verliezen. Dus nu maakt het me nog ongelukkiger, maar die tegenslagen overleef ik nu nog. Dus ik ga ook zeker doorzetten, want ik heb een doel. Dus ja, het gaat me gelukkig maken. Ik ga eruit flippen. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018.